Laten we deze les beginnen met een kruisteken en het gebed tot onze Vader. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Zoals jullie nu is opgevallen, gebruik ik geen tekst meer bij het Onze Vader gebed. Ik ga er nu vanuit dat jullie dit uit jullie hoofd kennen. We hebben de vorige les gehad over Kerstmis. Even voor de duidelijkheid, Jezus is dus niet uit de lucht komen vallen. Hij is niet als een of andere vallende ster en opeens was hij er. Nee, zo was het niet. Jezus is ook niet met een ooievaar komen aanvliegen. Wat je wel eens in tuinen ziet als mensen in de verwachting van een kindje zijn, dat een ooievaar in de tuin staat. Nee, dat is ook niet gebeurd. En ik weet niet wie van jullie de film kent van Baby Bos. Maar Jezus is dus ook niet in een of andere hemelse fabriek gemaakt. En dat hij op een of andere manier hier naar de aarde is gebracht. Nee, dat ook niet. Hoe dan wel? Jezus is geboren uit de maagd Maria. Waarom maagd? Omdat ze nog geen gemeenschap had met een man. Want Jozef en Maria woonden nog niet samen. Dus Jezus is met de Vader, Zoon en de Heilige Geest in die hemel, in die onzichtbare wereld. En komt op de aarde door Maria. Dus Maria werd zwanger door Gods Geest, door de Heilige Geest. En Jezus wordt daardoor op de aarde geboren, in de zichtbare wereld. In de vorige les hebben we gesproken over de kinderjaren van Jezus. Hij is ongeveer 2000 jaar geleden geboren, dus ongeveer rond het jaar 0. Dus we hebben het gehad over zijn geboorte en wie allemaal op bezoek kwam, zoals de herders uit het veld, de wijzen uit het oosten, en ook de diertjes die af en toe erbij waren. Maar ook die koning Herodes die Jezus niet wilde zoeken om cadeautjes te brengen, maar om iets heel kwaad te doen. En op een gegeven moment horen we Jezus dat hij moet, dat ze moeten vluchten naar Egypte. En op een gegeven moment gaan ze ook dan naar Nazareth. Op een gegeven moment moet Jezus natuurlijk opgedragen worden in de tempel, in het huis van God, in Jeruzalem. En op een gegeven moment dan horen we nog dat Jezus op 12-jarige leeftijd wordt teruggevonden in de tempel. En daarna horen we eigenlijk helemaal niks meer van Jezus. Wat ik jullie toen al zei, Jozef heeft natuurlijk het beroep timmerman. En we gaan er dus vanuit dat Jezus in die kinderjaren het beroep van timmerman mee heeft gedaan met Jozef. Maar we horen dus niks meer van Jezus tot hij ongeveer 30 jaar oud is. En hier sta ik bij een mooi zijaltaar en daar staat de uitbeelding dat de vlucht van Bethlehem naar Egypte, maar ik denk dat dit van Egypte naar Nazareth is, omdat Jezus al wat meer haar lijkt te hebben hier. En aan de rechterkant zien jullie dat Jezus en Maria in de werkplaats bij Jozef aanwezig zijn. Deze middelste uitbeelding is wel bijzonder. Dat is namelijk het moment dat Jozef gaat sterven. Dus de pleegvader van Jezus, de niet-echte papa van Jezus, die gaat hier dood. Wij weten niet precies wanneer Jozef gestorven is. Wij weten alleen dat als Jezus in het openbaar gaat optreden, dat hij zich aan de mensen laat zien,
dat hij dan ongeveer 30 jaar oud is. Vanaf dat moment lezen wij niks meer in de verhalen van de evangelies over Jozef. Dus we gaan ervan uit dat Jozef gestorven is voordat Jezus ongeveer 30 jaar oud was. Deze les gaat over het doopsel. En ik wil dan mee beginnen met dit eerste optreden van Jezus in het openbaar. En dat is namelijk bij Johannes de Doper. Dat hij zich laat dopen in de rivier de Jordaan. Tussen de leeftijd van 12 jaar en 30 jaar horen we eigenlijk niks meer van Jezus. En hij komt opeens tevoorschijn als een volwassen man. En dan begint het verhaal bij Johannes de Doper. En Johannes de Doper, dat was niet zomaar een man, maar het was ook een beetje familie van Jezus. Want het verhaal dat ik heb weggelaten in de vorige video, dat ging over het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth. En Elisabeth die was ook zwanger, namelijk van Johannes de Doper. Dus Jezus en Johannes de Doper, dat waren ook familieleden. Johannes was een beetje een apart figuur. Hij droeg een ruwe mantel van kameelhaar. En ik kan jullie vertellen, dat jeukt heel erg. En dan zou je denken, waarom doet iemand dat? Maar dat vooral om klein te zijn en je nederig op te stellen voor God. Johannes, die leefde in de woestijn en je geloofde het niet. Hij leefde van het eten van wilde honing en sprinkhanen. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar voor mij zal het niks zijn. Johannes doopte in de rivier de Jordaan. En dat is logisch, want die Jordaan die lag heel dicht bij de woestijn. En omdat hij doopte in de rivier de Jordaan, wordt hij ook wel Johannes de Doper genoemd. Maar denk eraan, de Doper is dus niet zijn achternaam. Maar hij heet wel Johannes. En Johannes die riep op tot een doopsel van bekering. Dat betekent eigenlijk, je moet je omkeren, je moet je omdraaien. Je moet voor God kiezen. Doopsel van bekering wil dus zeggen, je doet je oude, slechte gewoonte, je slechte leven achterlaten. En je gaat je vanaf nu af richten op God. En je houdt je alleen nog maar bezig met het goede. Er kwamen heel veel mensen naar Johannes om gedoopt te worden. Op een gegeven moment komt Jezus aangelopen. En Johannes ziet hem in de verte al aankomen. En hij zegt, zie het lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt. Zie het lam Gods. Het lam God is moeilijk om uit te leggen. Maar het had ermee te maken dat mensen vroeger een lam moesten slachten om de fouten die ze gedaan hadden en dat moest geofferd worden aan God. Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt, die de zonde van de wereld wegneemt. Met andere woorden, zonde zijn sowieso fouten, slechte dingen in de ogen van God. Met andere woorden, Jezus is het lam Gods dat de zonde, fouten en tekorten van de mensen in de wereld gaat wegnemen. En dat zegt Johannes als hij naar Jezus wijst. Omdat Jezus het lam Gods wordt genoemd, zie je ook in veel kerken de afbeelding van een staand of liggend lammetje. Meestal met een kruis tussen de pootjes, met een lange golvende vlag met een kruis erin. Over dat kruis en dat vlaggetje komen we nog een keer te spreken. Want dat heeft namelijk met de kruisdood te maken en met de verrijzenis. De verrijzenis is dat Jezus uiteindelijk uit de dood opstaat. En die vlag is dus een overwinning op de dood. Johannes is dus aan het dopen en Jezus komt aan
En hij zegt aan Johannes, ik wil gedoopt worden. Maar Johannes, die schrikt daar een beetje van. Johannes zegt, maar ik zou door jou gedoopt moeten worden. En niet jij door mij. Want voordat Jezus aankwam, had Johannes ook nog gezegd tegen de mensen dat na mij komt iemand die groter is dan ik. En die zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. En daar bedoelde hij Jezus mee. Maar Jezus had zoiets, laat het maar gebeuren zoals het gedaan moet worden. Jij moet mij dopen. En Jezus wordt dus door Johannes onder water gedaan, met zijn hoofd en met zijn lichaam. En hij komt daar weer uit. En met dat hij naar boven uit dat water komt, komt Gods Heilige Geest als het ware naar beneden in de vorm van een duif. En er klonk een stem uit de hemel. Dit is mijn zoon, mijn veelgeliefde. En die mensen dachten, wat heeft dit te betekenen? Maar het was natuurlijk de stem van God, want Jezus is de Zoon van God. Misschien herkennen jullie dit wel. Dit is een doopvont. Die vind je in iedere kerk. In sommige kerken heb je zelfs een soort van klein zwembad, dat je nog echt kan onderdompelen. Ja, dus dat je net als Jezus in de Jordaan, als het ware helemaal in het water gaat en weer eruit komt. Of een doopvont. Maar hier worden dus mensen gedoopt. En als kind ben jij naar de kerk gebracht om gedoopt te worden. Om gedoopt te worden in die naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Je moet maar eens kijken of je plaatjes of foto's of video's terug gaan kijken dat je gedoopt bent. Wordt er dan niemand meer in de Jordaan gedoopt? Jawel, er worden nog steeds mensen in de Jordaan gedoopt, maar natuurlijk niet meer door Johannes. Sommige kerken hebben nog een doopbad. Het is een soort zwembad waar je dan in gedoopt kan worden. En je gaat natuurlijk niet met je zwembroek daarin, maar met de witte doopkleren. Je doopkleed. In een doopbad word je, net als in de Jordaan, word je als het ware ondergedompeld. Je gaat met je hele lichaam even onder water. De meeste katholieke kerken in ieder geval, die hebben een doopvont. En een vont komt van het Latijnse woord fons. En dat betekent bron. Een bron van water, zou je kunnen zeggen. En in een doopvont word je gedoopt door begieting. Er wordt als het ware water over je hoofd gegoten. En dat doet men 3 keer. Er zijn natuurlijk ook volwassenen die gedoopt worden bij een doopvont. Maar die worden niet meer door de ouders naar de kerk gebracht. Ze moeten uit hunzelf dan naar de kerk komen. En ze worden dan ook niet meer boven het doopvont gehouden, want daar zijn ze te groot voor. Dus moeten ze zelf met hun hoofd boven het vont staan. En een volwassene krijgt dan ook meteen de eerste heilige communie en het heilig vormsel. Maar daarom krijgen ze wel meer lessen dan alleen maar de 10 communielessen. Iemand die gedoopt wordt, krijgt 3 keer water over zijn hoofd. En dan wordt gezegd, ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Bij doopsel, wie is dan allemaal aanwezig? Sowieso degene die gedoopt wordt, de doopeling, de vader en de moeder van de doopeling, maar ook de Peter en Meter. Maar ook een celebrant noemen ze dat. Iemand die het doopsel voorgaat, die de viering doet. De bisschop, de priester of de diaken. Een doopvont staat vaak bij de ingang van de kerk. Soms zelfs buiten het kerkgebouw. Maar dan zijn het wel hele oude kerken. En dat heeft te maken daarmee dat je nog niet gedoopt bent. Dat je nog als het ware een beetje buiten die kerk staat.
En daarom staat hij vaak bij de ingang of vlak bij de ingang van de kerk. En zoals je ziet, ik ben een beetje anders gekleed dan normaal. Maar dit is liturgische kleding voor dat iemand gedoopt wordt. Daar gaan we het nog een keer over hebben, over de kleding. Maar ik heb dus een alba aan, een witte toog. Ik heb een stola, noemen ze dat, een soort sjaal. Maar bij mij loopt die nog schuin, loopt die diagonaal, omdat ik nog diaken ben. En ik heb een, dat noemen ze een koorkap, dat is een mantel. Goed, daar gaan we nog een keer over hebben, over de kledingsoorten. Dat doopvont. Als een kindje gedoopt wordt, komt hij eerst bij de ingang van de kerk aan. En daar worden de ouders met de Peter en Meter, die worden daar ontvangen. En als ze daar ontvangen zijn, vraagt de priester of de diaken, die vraagt aan de ouders welke naam ze aan hun kind gegeven hebben. En dat die naam in het boek des levens opgeschreven mag staan. Dus bij God. In de palm van Gods hand. Maar een naam hebben we niet zomaar gekregen. Het is heel belangrijk dat we een naam hebben. Want die naam, die draag je je hele leven. Maar je ouders, die brengen jou naar de kerk om gedoopt te worden. En het doopsel binnen de kerk is een opname in de kerkgemeenschap. Maar het is ook bevrijding van de zonde. Van de fout die Adam en Eva toen in het begin gemaakt hebben, waar ik jullie al over verteld heb, om die fout ongedaan te maken. En dat wordt als het ware afgewassen met water. En water niet alleen als uiterlijke reiniging om ons schoon te maken, maar vooral ook innerlijk, wat we niet kunnen zien, is om ons hart te zuiveren. En als jij als kind naar de kerk bent gebracht, hebben we ook een doopboekje gebruikt. Daar staan de teksten in. Je bent in die viering, ben jij gezalfd met olie en met chrisma. Hebben we twee van die potjes, zal ik maar zeggen. En je bent dus gedoopt met water. Niet met soep, niet met andere dingen, met zuiver water. Want met doopsel mogen we alleen maar zuiver water gebruiken. Puur natuur. En dat doen wij drie keer over het hoofd. In de naam van de Vader. En de Zoon. En de Heilige Geest. En jouw moeder, die heeft u waarschijnlijk dan boven het doopvont gehouden. En hier zien jullie ook de paaskaars. De paaskaars is symbool voor Jezus Christus, het licht dat in de wereld is gekomen. En die wordt altijd tijdens de paaswaken ingezegend. En dan krijg je met de doopsel, krijg jij een doopkaars. Je moet maar eens een keer aan je ouders vragen of je die mag zien. Maar met je doopsel krijg je een doopkaars. En jouw vader of de Peter en Meter, die maken aan de paaskaars het lichtje aan als teken dat je verbonden bent met Christus. Dat je het licht van Christus in je leven mag dragen. Die Peter en Meter, die hebben een bijzondere functie. Die zijn heel belangrijk. Vroeger werden alleen maar in het begin volwassenen gedoopt. Dus de Peter en Meter zijn niet jouw biologische ouders, je echte papa en mama, maar jouw geestelijke ouders. Die zorgen als het ware voor de geloofsopvoeding. Dat is eigenlijk de taak van de Peter en Meter. In de huidige tijd denken mensen dat Peter en Meter vooral een suikeroom en tante moeten zijn. Dat ze veel cadeautjes moeten geven. Maar dat is niet de taak
van de Peter en Meter. Het was vroeger een taak van de Peter en Meter om de dopeling, om die als het ware in het geloof op te voeden. En als de echte papa en mama wat zou gebeuren, zouden zij ervoor zorgen dat die taak volbracht werd. Dus die taak van Peter en Meter is heel belangrijk. Je moet maar eens vragen aan je ouders wie je Peter en Meter zijn. Dit zijn de heilige oliën. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar deze oliën, daar word je mee gezalfd bij het doopsel. Ene, voordat je gedoopt wordt, word je een beetje bij de borst. En de chrisma, na het doopsel. En dat is op je kruin, dus boven op je hoofd. Deze oliën die zijn gezegend door de bisschop in de Goede Week. Dus de week van Palmzondag, ofwel Passiezondag, en Pasen. Dus in die week worden deze oliën gezegend en dan kunnen ze door de pastoors, door de diakens of parochiemedewerkers kunnen deze dan ophalen in de kathedraal. Want daar worden deze gezegend. Die olie en die chrisma die ruiken heel lekker. Als je in een kerk bent moet je maar eens vragen of je even mag ruiken. Dus heel, ruikt ook heel fijn. Die olie dat werd vroeger gebruikt als iemand zich klaar moest maken voor het vechten. Maar ook voor de sporten, voor atleten. Die moesten zich helemaal inolieën. Dan werd hun lichaam was dan beter. Maar nu heeft het een andere betekenis. Namelijk dat je moet vechten voor het geloof. Dat je niet te grijpen bent door het kwaad. Dus daar is dat de symboliek van de olieën. En de chrisma natuurlijk als teken van de Heilige Geest. Na het doopsel krijgen jullie die kaars mee naar huis, de doopkaars. Die moeten jullie goed bewaren, want die hebben jullie later misschien nog wel een keer nodig. Namelijk met het heilig voorhangsel. En als je misschien gaat trouwen later in de kerk, heb je deze ook nodig. Die P en die X, dat zijn de Griekse beginletter van Christus. Dus Jezus Christus. Dus Christus is niet zijn achternaam, zoals sommigen zouden denken. Nee, Christus betekent gezalfde. En hier zie je dus credo. Credo betekent gewoon ik geloof. En dan heb je hier de palmtak, de tak van de koning Jezus Christus. Die dus als ware Jeruzalem binnenging met Palmpasen. En dat hij onze koning mag zijn. Goed bewaren die kaars. En meestal op de doos staat wat informatie. Van jouw naam natuurlijk. De parochie waar je gedoopt bent. En waar dat is. Jouw doopdatum. Maar ook de naam van de Peter en de Meter. En dan denk je, wat heeft hij nu alweer vast? Dit is een wit kleedje. En dat witte kleed, dat wordt over je heen gelegd als je gedoopt bent. Soms heb je, dan krijg je nieuwe kleren aan. Of een wit doopkleedje. En dat is een symbool dat je schoon bent. Wit is een teken van schoon, van reinheid. En niet alleen maar reinheid, dat je lichamelijk schoon bent, maar vooral van binnen. Dat je schoon wordt gemaakt van alle fouten en tekorten die je waarschijnlijk nog niet had. Maar daar word je van gezuiverd. Want we weten nog, die fout van begin van Adam en Eva, die wordt hier als het ware afgewassen. En dat betekent dat je schoon voor God mag verschijnen. En dat is een teken dat je als een soort nieuw mens eruit komt. Want we hebben gesproken over dat doopsel. Toen Jezus het water inging,
Dat onderdompelen, dat was ook een teken van het sterven. Je sterft als het ware je oude leven, je fouten, zonden en tekorten af. En je komt als het ware als een nieuwe mens, een schone, kom je eruit en je probeert zo goed mogelijk te leven. Om zo weinig mogelijk in ieder geval slechte dingen te doen. En dat is daar een teken van. We hebben veel symbolen in de kerk. En een van die symbolen inderdaad met die reinheid, dat is, voordat je die kerk inkwam, was je misschien nog iemand die verkeerde dingen deed, nog besmet was met de fouten, tekorten, waar iedereen wel last van heeft. En met dat doopsel worden die fouten en zonden, die worden afgewassen, die worden schoongemaakt. Dus niet alleen maar lichamelijk, maar ook van binnen worden we schoongemaakt. En ja, en dat symbool, dus de oude mens, die gaat als het ware sterven, die gaat dood. Niet echt natuurlijk, maar geestelijk. En daarom zie je bij de meeste doopkapellen dat je 1 trapje omlaag moet, of zelfs 3 trapjes omlaag moet. En dat is het teken dat je als het ware de aarde ingaat, dat je sterft. En als je dan normaal in een doopbak of een doopbad ondergedompeld wordt, dus je gaat dat water helemaal in en dan eruit, dat is het teken dat je als het ware sterft en dan weer als een nieuw mens tot leven komt. En dan in witte kleren. Ja, wij hebben nog maar een kleine variant daarop. Dus je wordt met het doopwater wordt 3 keer over je hoofd gedaan. En er wordt dan bijgezegd, ik doop je in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat is daar een symbool van. Dus een symbool van het sterven en het nieuwe mens zijn. Het nieuwe mens worden. En we doen onze oude, onze slechte dingen die we misschien nog hadden, die worden hier als het ware afgewassen en we mogen als nieuw mens, mogen we weer de wereld ingaan. Natuurlijk zullen we altijd weer fouten maken, maar dan kunnen we altijd God om vergeving vragen. Laten we als laatste dan afsluiten met een kruisteken en een gebedje tot Maria. Ben maar niet bang, ik laat de tekst staan. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Nu staan er wat meer huiswerkopdrachten, maar je hoeft dat niet allemaal in 1 keer af. Doe dat op je eigen tempo. Maar nu zou je kunnen maken pagina 20, 21, 22, 23, 24, 25 en 26. Ofwel van pagina 20 tot 26 zou je in je eigen tempo al kunnen maken. Tot de volgende video.